Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Miitopia video. Welkom bij een nieuwe pet. Althans, nieuw. Als jij al mijn video's kijkt, dan weet jij waar deze pet vandaan komt. Laat het weten in de reacties als je dat weet. En dan ga ik eens even met Kirby praten en laat ook even een duimpje achter voor Kirby. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Nintendopia, Miitopia aflevering 38 of zo. En Kirby is hier en we moeten een quest gaan doen voor Kirby. En het zou wel eens de lang verwachte doorbraak kunnen zorgen. Iedereen zal naar mij opkijken en mijn fans zullen fans, Nintendo fans, die zullen roepen dat Kirby geweldig is en die willen een handtekeningkie. Oké, Kirbo. Ja, ik sta hier al heel lang, jongen. Wat is er? Dit is Kirby, ontdekkingsreiziger. En die wil dat wij een klusje voor hem doen. We moeten naar Elflandia, want daar liggen lotusbloemen. Elflandia, daar zijn we toch al geweest? En daar moeten we een monster verslaan en dan krijg je buitengewone krachten. We moeten naar het lotusmeer. Let's go, ik heb er zin in. Kirby gaat niet met mij mee. Jij lafaard. Ik kan die vijanden toch niet aan, zegt Kirby. Nou, wat een gast. Nou, daar zijn we weer. In Elflandiosi. Waar moeten we dan precies naartoe? Oh, kijk, hier. Hier zijn de lotusbloemen. Ah, en daar is nu iets nieuws of zo? Oh, wacht even. Dit doet me denken aan de Efteling, jongen. De Indische waterladies. Oké, laten we maar gewoon gaan gamen. Ik ben nog steeds met de homeboys Red en Toad en Luigi. Maar het zouden zomaar andere characters kunnen worden. Want die moeten we gaan levelen. En heel veel van jullie die zeggen... Ja, je moet ze minimaal tot level 20 levelen allemaal. Level 20! Oké. Nou, daar gaan we voor. Oké. Ik weet niet. Maar dit ziet er super easy uit. We krijgen ook bijna geen XP. Worden de vijanden hier nog sterker dan dit of wat? Luigi zegt... Hey, mijn waterfles is leeg. Wie van jullie heeft het water opgedronken? Dude, wij hebben geen water gedronken, jongen. Je hebt zelf je water opgedronken. Zie je? Ik zei het toch. Je bent zo voorspelbaar, Luigi. Ah, weer nieuwe enemies. Ik denk dat Red ze gewoon allemaal sloopt. Die is zo snel, jongen. Red doet alles. Dit kan je eigenlijk geen eens vijanden noemen, jongen. Oh, dit ziet er wel mooi uit. We zijn nu in een mooier landschappie. Komen we een kissie tegen. 1500 monies erbij. Lekker. Kunnen we weer een wapentje van kopen. En dan zijn we alweer bij de herberg hier. Lekker, Steve en Zucker worden betere Mattionis. Red, koop even een cadeautje voor Wooloo. Wat voor accessoire geeft de Pokémon trainer aan zijn Pokémon? Is het een Focus Band? Is het een evolutiesteen? Nee, het is een foto van Red. Nice. Oh, maar ik word al jaloers. Rikkertje heeft helemaal geen reden om jaloers te zijn. Mario wordt nog beter dan Mattis met Epona. Mol, lekker zijn stal schoonmaken, jongen. Level 13 alweer. En misschien is het tijd om even een stoelendans te doen. Zelda en Mario, jullie even bij elkaar. Zucker en Toad even bij elkaar. Ja, top dit. Wil iemand nog wat hebben? Jij wil een nieuw pakkie, Shadow? Dan krijg jij weer een nieuw pakkie. Niet zo'n mooi pakkie trouwens, Shadow. Doe maar het effect dragen. Deze ziet er niet uit. Ik denk dat ik maar even hetzelfde team hou. Want volgens mij zijn hier echt alleen maar noob vijanden of zo. Yo, noobies. Pak ze, Red. Oh, je gaat ze niet pakken? Oké, dan niet. Dan ga ik ze wel pakken. Hopsakee, eentje weg. En Toad. Ja, die is nu een kat en die pakt die andere even hoor. Lekker kattootje. 1000 monies in de bank erbij. En door hier rechts staat een zilveren boing. Wat doet zo'n zilveren boing? Maar Kirby is dus bang om hier naartoe te gaan. Terwijl er allemaal van die noob vijanden zitten hier. Oh, wacht even. Er zit hier een blauwe boing. Die is kapot sterk. Die sloeg mij bijna in één keer kapot. Blauwe boinkie, jongen. Kijk dan. Ik heb mijn 53 HP van de 109 over door één klap. Ik ga even hyperen. Let's go, Luigi. Oh, Luigi mist. Pak hem. Kom op. Die blauwe boing die gaat gewoon niet kapot, jongen. Wat? Opeens is hier een of andere epische boing. Waar kom jij vandaan, vriend? Oké, hij is kapot. Eindelijk. Ik hoop niet dat we straks tegen 5 van die blauwe boings moeten. Want dan hebben we wel een probleem. Toontje gaat in ieder geval naar level 11 als kat zijnde. Oh, en ik geef mezelf per ongeluk bonus XP. Nou ja, oké. Ik heb bloemfury geleerd. Dan gebruik ik ongetemde kracht van de natuur om een vriend woest te maken. Oké, dan laat ik iemand flippen. Ja, dit is weer een blauwe hier, jongens. Hyperen met z'n allen. Let's go. Lekker red. Nu die blauwe nog. Pak die blauwe met z'n allen. Bam. Bam. Kom op, Toad. Bam. Ah, die blauwe smurfies die zijn gevaarlijk. Zo, er zijn knijteveel gasten die nu iets van me willen. Oké, hier gaat al mijn geld, jongens. Ik ga Mario sowieso een nieuw wapen geven. Mario is echt een van de sterkste characters uit de game, volgens mij, op dit moment. Dus neem lekker dit wapen. Dan gaan we eens even kijken wat de rest wil, hoor. Toad wil ook een nieuw wapen.
Ja, maar deze zijn gewoon vet. Kijk dan, dit zijn Wolverine klauwen, jongen. Super sick. Dan Zucker, wat wil jij? Jij wil een nieuw pakkie. Ik ben in zo'n goede bui vandaag, jongen. Hij wil het macho kostuumpie. Nou, jongen, neem lekker het macho kostuumpie. Nieuw kostuumpie voor Guigi. Die wil een broodje gaan. Die heeft een broodjeskleding. Wat moet je hier nou mee, jongen? Red. Ja, nee, die van Red is te duur, man. 2200 ga ik niet uitgeven voor iets nieuws. En eigenlijk vind ik dit het ook niet echt waard, denk ik. We gaan weer verder. Oh, en daarboven? Moeten we daarboven zijn? Ja, we moeten daarboven zijn. Maar ik wil eerst even weten wat die zilveren dude daar beneden doet. Wat krijgen we van zo'n zilverboinkie? Oh jee, oh jee, oh jee. Nee, er is weer nieuwe ruzie gaande. Oh, maar ik sus het hopelijk. Gelukkig, gelukkig. Super nice. Ik ben hier alleen om mijn kisties tegengekomen en geen enkele vijanden. Dit is wel een aardige route zo. Helemaal niks hoeven te bevechten en we zijn al bij de herberg. Ik kan een nieuw wapen kopen. Voor Red, voor 5000? Oh, man, nee, nee. Dat is een kwart van al het geld wat ik nog over heb. Dat gaan we niet doen. Hier, Steve wil er ook een. Nee, jongens, dat gaan we niet doen. Dat is echt veel te duur. Waarom kost het opeens zoveel geld? Oké, we zijn bij de zilveren Boeing. En dit is er eentje. Een zeldzame Boeing wordt deze wel genoemd. Oh, en die maakt me gelijk helemaal kapot. Guigi gaat zichzelf healen. Ik wou hem wat strooisel geven, maar hey, ja, hij wil graag zichzelf healen. Helemaal prima. Ik laat ons gewoon weer allemaal in hyper gaan, hoor. Tripkippen, let's go! Oh. Oh, hè? Oké, hij had maar heel weinig HP blijkbaar. Ik dacht, we doen hem weinig damage. Maar wat krijgen we van deze guy? 2000 XP. Oké, dan. Heerlijk, Toad gaat een level omhoog. Oké, dat is wel lekker, die zilveren boinkie-doinkies. Hier zijn nog drie heerlijke boinkies. Die moeten we ook even pakken. Lekker, Toad, goed gedaan. Toad is gewoon sneller dan ik. Ik ben gewoon de langzaamste van deze drie. Ik ben super traag. Maar ik sloop ze wel. Anyways, we kunnen nu gaan kijken wat we hier moeten doen voor Kirby. Die niet mee durft. Jonge, jonge man. Ga dan gewoon alleen mee voor de support. Maar nee, hij blijft gewoon thuis. Oh, wow, 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 wow. Wat is dit? Dit is een ultra zeldzame Boeing, denk ik. Oh, die is ook groter. Super zeldzame Boeing. Ja, ik had wel gelijk. Oké. Ja, lekker. Toad is kapot. Maar die blijft toch staan. Toad blijft op een of andere manier altijd staan. Dat is wel lekker. Dan kan ik hem weer volmaken. Kijk, en ik mag het paardje gaan gebruiken. Ik ga even snuiven. Wow, die super zeldzame Boeing is kapot sterk. Ah, maak hem kapot. Hij krijgt geen damage, hè? Hij krijgt helemaal geen damage. We doen er maar één damage. Dat is niet goed. Hoe gaan we dit fixen dan? Oh, hè? Huh? Huh? Hij is weg! Wat was hier de bedoeling van dan? We hebben de opdracht van Kirby volbracht, maar we hebben hem niet verslagen. Wat is dit voor onzin? Moet je hem gewoon in één keer kapot maken dan of zo? Maar hoe doe je dat? Anyway, we krijgen meer HP-strooisel. En de schuilplek is nog veiliger. De schuilplek gebruik ik bijna niet, maar oké. En als we nu nog 50 vijanden verslaan, dan hebben we 1000 mensen gered. 1000 gezichten. Mijn Guigi is ziek. Arme Guigi. Dat betekent dat we Guigi niet mee kunnen nemen. Zucker, dan mag jij weer mee. Yo, maar even. Die super zeldzame Boinkie, die is niet kapot gegaan. Ik baal ervan. En wat zou Kirby ervan zeggen? Yo, Kirbmeister. Hoe gaat het, jongen? Oh, hij heeft eigenlijk helemaal niks te zeggen. We moeten nu met deze mevrouw gaan praten. Dit is Chara. Die vraagt of ze me ergens mee kan helpen. Ja, Kirby heeft me ook helemaal geen info gegeven over Mr. Iwata. Misschien dat Chara wat weet. Ja, ze weet wat. Haar vriendin Evie, die heeft die naam wel eens gehoord. Op dit ogenblik is Evie op Nimbus. En Chara wil ons de weg wel wijzen. Oké, is goed, Chara. Let's go. We gaan samen. Dat gaan we doen. In de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Sorry, Pikachu. Bij de volgende. Mazzel!